Door het extreme winterweer van de afgelopen tijd hebben we nog wel wat vertraging opgelopen bij de bouw van de brug. Uiteindelijk wordt die een maand later in gebruik genomen. Vandaag plaatsen we een belangrijk onderdeel van deze brug. Afgelopen weekend is het VAL per schip vanuit Rotterdam naar Drachten gebracht. Daar is het vannacht op twee grote vrachtwagens geladen. En hoewel het her en der wat passen en meten was, is de reis voorspoedig verlopen. Trekken maar naar binnen. Meer binnen. Trekken maar door. Tot goed hoor. Trekken maar even door. Rustig aan hoor. Maatje achter. Iets haaks erom en dan gaan we net langs de paal. Uiteindelijk was om 6 uur het hele materiaal op het werk gearriveerd. Het VAL is in zijn geheel te groot om over de weg te vervoeren. Daarom is het in 2 delen gemaakt die nu weer aan elkaar worden gezet. Het voordeel van kunststof is dat je het ook prima kunt lijmen. Met een stalen brug zou dat niet lukken en was het transport van de fabriek naar Oosterwolde een stuk duurder geweest. Het is altijd weer spannend of het zal passen. De onderdelen zijn immers op hele grote afstand van elkaar gemaakt. Nu is tijdens de productie natuurlijk de maatvoering wel heel goed gecontroleerd. Het VAL past echt perfect. Nu kan de aannemer verder met het aanbrengen van de leuningen, de pilonen en ook de verlichting op de brug. Op 7 juni vindt de feestelijke opening van dit project plaats. Alle bewoners van Oosterwolde zijn daarbij uitgenodigd. Hou de website in de gaten of kijk in de krant voor meer informatie.